Hallo, we hebben gehoord dat de pretthuis dicht gaat, dus kijk mij mee, ga op de onderzoek uit. Hallo, ik ben Nijati en u? Ik ben Siglin van het pretthuis. Wat vindt u eigenlijk van de pretthuis? Pretthuis is een wijkcentrum waar jongeren en oudere mensen komen om activiteiten te doen. Ik heb gehoord dat de pretthuis dicht gaat. Ja, gaat het dicht? Ik weet niet helemaal of het echt dicht gaat. Ik hoor het, maar dan moeten jullie protesteren, hè? Heeft u een idee dan hoe we moeten protesteren? Met z'n allen naar het stadskantoor gaan, hè? En met onze speelgoed en onze activiteiten, dan gaan we dat daar voor de deur doen. Ik hoop dat hij dan open blijft. Ik hoop het ook. En hoe lang bestaat de Pretthuis al? Pretthuis is ontstaan, dit was vroeger een klooster. In 1302 was er hier een klooster en in 1977 is het een buurthuis geworden. De Pretthuis bestaat al wel lang? Heel veel jaartjes. Ja. Hoe lang werkt u eigenlijk hier in deze Pretthuis? Wat een vraag. Ik werk 26 jaar. Ben ik hier actief. Zo, best wel lang. En wat voor dingen doet hij eigenlijk in de praten? Ik ben begonnen met woensdagmiddag met kindertjes van de straat houden. Activiteiten met kinderen doen. Daarna heb ik allerlei activiteiten gedaan. En nu ben ik beheerder van het wijkcentrum. Oh, dat is wel leuk, ja. Ja, dat is zeker leuk. En vooral als jullie op bezoek komen, dan vind ik het helemaal leuk. Ja. En hoe laat is het tot woensdag? Woensdag is het tot 5 uur. Dan hebben we van 1:30 tot 5 uur hebben we voor de jongeren allerlei activiteiten. Oh ja, oké. Dat zou wel leuk zijn. Dat is zeker leuk. Ik neem aan dat jij wel eens op activiteiten hier bent geweest. Je hebt ook van alles meegedaan, toch hier? Ja, heb ik mijn zusje vak meegenomen. Ja, nou of met Sinterklaasvis ben je wel eens geweest. Je hebt activiteiten gedaan en je hebt gekookt hier. Maar alles heb je eigenlijk ook een beetje aan meegeholpen, toch? Ja, dat is wel waar. Ja, is goed hoor. Dankjewel. Hoe lang werkt hij ook eigenlijk hier? 2 jaar of 3 jaar nu. Vindt u het ook leuk om hier te werken? Jawel, ja, ik vind het echt leuk. En ik ben aan het plannen om het... Ik ben aan het opleiden volgen voor zorg en welzijn. Misschien ga ik ook verder met kinderen aan het... aan het werken. Oh, dat is wel best wel leuk. En wat zou je eigenlijk meer willen doen hier in de Pretthuis? Misschien begeleiden voor kinderen. Meer activiteiten voor hen geven. Ja, dat is wel leuk. Dat is goed. Dankjewel hoor. Doei.